Hallo lieve mensen. Ja, hier komt weer een videootje. Soms ontstaan sommige video's heel erg spontaan. Maar de volgende twee video's die ik je ga laten zien zijn een beetje vaag, maar die zijn van heel erg lang geleden. Dit was dat ik de eerste keer met Luc naar Monasterie Antoinette ging. Ik vind het een rotwoord, maar die zit in Amai. En helaas is die vorig jaar voor een heel groot gedeelte afgebrand. Maar het is nog steeds voor mij één van de meest waanzinnige locaties. En Luc heeft toen die tijd bijna 2 uur lang live opgenomen. Nu ben ik van plan om die hele video te gaan downloaden en in stukken te gaan plakken en heel veel met jullie te gaan delen. Want daar zitten heel veel gekkigheden in. Want er zit zelfs een scène in waarin, ik kan het gewoon uit. Ik moet nu niet te veel door elkaar gaan lullen. Maar wat was nou het geval? Ik was natuurlijk de video's aan het naluisteren. En even kijken, want er is ook een scène, daar gaan wij een kelder in. En in die kelder heb ik met mijn voice recorder heb ik een EVP opgenomen. Een stem, een grom. Nu wilde ik dat laten zien aan een aantal leden van de Discord groep van Social Urbex. Want die gaan binnenkort ook naar die plek toe. En dat is natuurlijk super tof. Dus ik zeg, als die kelder er nog zit, moet je daarheen. Dus ik heb een beetje laten zien waar die kelder zit. Hun hebben trouwens ook de hele video gekeken. Dus ik film een stukje. Ik wil dat naar hun sturen. En ik stuur dat naar Mike. En Mike zegt in één keer tegen mij. Wie zegt er tegen jou? Hey schat. Want dat heb ik helemaal niet gehoord. Dus ik zeg, hoe bedoel je? Dus ik pak dat opgenomen stukje. Dat is het eerste stukje wat je gaat horen dadelijk hier na mij. En dan hoor je in het begin van de video. Hey schat. En ik zeg, dat is raar, want dat zit niet in de video zelf. Mike, die video gaan uitpluizen. Dat is het tweede fragment. Het tweede fragment is dezelfde scène als die ik opgenomen heb met mijn telefoon. Alleen, dan hoor je niet, hey schat. Dus ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat er iemand in mijn huis zit die zegt, hey schat. Nou ja, grappig, leuk. Nou is het wel leuk, de tweede scène zit wel een originele EVP in en daar hoor je ook, hallo. Dus goed luisteren, ik ga hem achter elkaar voor jullie neerzetten en ja, ik kan er niet omheen. Maar ik kan in ieder geval wel zeggen dat hier iemand in huis zit. Tja, die me misschien toch wel een beetje leuk vindt. Dus ben ik toch niet zo onuitstaanbaar als mensen denken. Hé, hey, daar. Daar. Hier heb ik hem vastgelegd. Hallo. Mijn naam is Luc. Oh, vak natuurlijk die koptelefoon zo strak op. Ik ga hier toch even. Ja, is goed. Hallo meneer.